Vandaag gaan we door middel van de glitch proberen te komen bij Galactus. En ja, ik ken glitchen, gaat waarschijnlijk helemaal fout. Met meer zin is, maar zal zeker even je blauw duimpje omhoog. En vergeet nou niet te abonneren op mijn kanaal. En ik geef elke dag een random iemand in Fortnite een gift. En het enige wat jij moet doen is geabonneerd zijn op mijn kanaal. In de comments even je epic naam achterlaten. Mijn sportcreditcode knijn gebruiken in de itemshop. En stuur mij daarvan even een bewijsje op Instagram. En wie weet, win jij wel een gift. En wij zitten in Battle Lab, want wij gaan naar Battle Lab. Gaan we lekker de glitch doen. En waarom in Battle Lab? Nou, in een normaal potje ga ik sowieso keihard aangepakt worden. En in Battle Lab kunnen wij heel goed Galactus zien vliegen, want er komt nooit een storm. Maar we gaan er proberen heen te glitchen. Maar voordat we erheen gaan glitchen, wil ik eerst even wat andere dingen proberen. Wat misschien ook wel kan lukken. Want kijk, als dat lukt, dan scheelt me dat een hele hoop gezeik. Want ik ben toontoe slecht in glitchen. Dus we pakken een helikopter en we gaan er gewoon naartoe vliegen. We gaan kijken hoe ver we gaan komen. Waarschijnlijk gaat dit helemaal fout. Yeah! En nu we toch lekker aan het vliegen zijn naar Galactus, gebruik je mijn sportcreditcode knijn nog niet? Ga die dan even gebruiken. Want iedereen die mijn sportcreditcode knijn gebruikt, maakt namelijk kans om een skin te winnen. En ondertussen ben ik nog steeds aan het vliegen. En ja, we gaan nu elk moment buiten de map. En ik ben gewoon nog steeds aan het vliegen. Tot nu toe gaat dit best wel goed. En zijn we een beetje ver? Nee, oké. Galactus, ik kom eraan. Ik ga jou pakken. En dan ga ik mijn boogiebom op je hoofd jeeten. En ik moet zeggen, we zijn al echt een stuk verder met de helikopter dan ik had gedacht dat we konden komen. Alleen ik weet dus dat er een paar muren zijn, onzichtbare muren, waardoor je niet verder kan. Maar beter kunnen we daar gewoon keihard doorheen jeeten met de helikopter. En ik weet niet of jullie... Oh, wow, ik zat in first person. Oké. Ik wou net zeggen, ik weet niet of jullie het zien, maar volgens mij zijn we bij de rand. En glitch ik er nou doorheen. Nee, mijn chopper gaat kapot. Oh my god, dit gaat hem. Wat gebeurt hier? Nee, chopper. Mijn chopper is kapot. Nee. Oké, ik weet niet wat daar gebeurde, maar we zijn nu volgens mij bij een onzichtbare muur, want als ik mijn boekje gooi... Oké, die kan er wel gewoon doorheen. Ik kan er wel doorheen schieten, maar ik kom er zelf niet doorheen. Nou, weet je wat? Ik vond het een goede eerste poging. Check hoe ver wij van het eiland zijn. Ik moet nu weer helemaal terug gaan zwemmen. Het is tijd voor de volgende poging. En voor de volgende poging hebben wij Crash Pads nodig. En we hebben die pulsen nodig van Iron Man. Dus ja, Iron Man, doe even lief en geef die gewoon. Nou, dat gaat waarschijnlijk niet gebeuren. Maar Lubu, wees ook even lief en geef me even Crash Pads. Nee, natuurlijk niet. En oh mijn god, hier staan gewoon Crash Pads. Dit is helemaal top. Hensman, wat ga je op mij schieten? Wil jij niet op mij schieten? Laat mij met rust. En er staan hier gewoon twee Lubu's. Alleen die Hensman zijn heel fan. Kijk, die moeten even dood. Hoppakee, ga je even dood. Geef mij nog even meer Crash Pads. Voor de zekerheid. Jut. Oh. Impulsgrenades. Wat ga jij op mij schieten hier? Ga even lekker dansen. Ik gooi mijn boogieboom eens. Wat ga jij op mij schieten, vriend? Lama, geef mij nou even extra crash pads. Kom eens op. Nee. Oké, we gaan Iron Man killen. Laat trouwens in de comments even weten wat jullie denken dat er gaat gebeuren met Galactus. Want Galactus komt er best wel dichtbij op dit moment. Oké, Iron Man, waar ben je? Ben jij hier binnen? Ben ik nou gek of wordt Iron Man hier binnen? Nee. Jij bent geen Iron Man. Oprotten. We zitten in een nieuw potje, want Iron Man, die was op vakantie. Die was gewoon loesoe. Maar hier binnen liggen meteen Crash Pads. Ja. En beter dat Iron Man er nu wel is, anders ga ik huilen. Hallo, Iron Man. Ja. Iron Man, hallo. Ga jij eens even dood? Nee. Niet die koude laser op me schieten. En deze heb ik nodig. Die ga ik meenemen. En we gaan er weer vandoor. Joejoe. Maar ik ga jullie even voordoen wat ik bedoelde. Kijk, als wij hier een Crash Pad neergooien. En we pakken die gauntlets van Iron Man. En we gaan vliegen. En je houdt de vliegknopje ingedrukt. Dan moeten wij wachten tot wij weer landen. En dan vliegen wij koude hoog. Oh my god. En hopelijk kunnen wij op deze manier over die barrier heen komen. Oké, dit gaan we proberen. Let's go. Zoals jullie misschien al weten van een van mijn vorige video's. Kan jij dus bij het spawn-eiland komen. Oftewel, je kan heel dichtbij Galactus komen. Dus wij gaan dat doen. Dan gaan wij proberen over die barrier heen te vliegen. Want door middel van de boot komen we volgens mij door de eerste barrier. Alleen er is nog een barrier. Allemaal gewoon gezeik. Nee, dit moet ons gewoon lukken. Ik wil die Kaulo Galactus klappen. En we zitten in first person. Dat is een goed teken. Als het goed is, gaan wij nu... En ja. We zijn, als het goed is, door de eerste barrier heen. We zouden nu naar het spawn eiland kunnen gaan. Maar we gaan gewoon keitrecht doorvaren. En we gaan kijken hoe dichtbij Galactus wij kunnen komen. En beter dat niet mijn boot ontploft... Net als... Oh, we zitten weer in first person. Ja, mag ik doorgaan? En niet dat die oploft, dat is bij die chopper, wou ik zeggen. We zitten nu volgens mij zo ver van de map. Oké, wacht. We gaan even achter ons kijken. Check dan hoe ver de map is. Dit is niet normaal. Nee, wij kunnen doorvaren, dus wij gaan ook gewoon even lekker doorvaren. Yeah! En ik merk trouwens al dat de ster van Galactus nu iets groter begint te worden. Dit is geniaal. En we zitten weer in first person. Wow. Wat gebeurt er met mijn boot? Mijn boot is aan het vliegen. Wat gebeurt er?
gebeurt hier? We vliegen letterlijk naar Galactus toe, of niet? Hè? Nee, hè? Oh, er zit hier een of andere ramp of zo. Ja, dan gaan we weer omhoog. Er is hier letterlijk een onzichtbare ramp. Dit is echt geniaal. Maar ik heb een idee dat wij op dit moment niet heel veel verder komen. Want we worden weer naar beneden gepusht. Oké. Maar dat betekent dat wij nu wel onze glitch kunnen gaan uitvoeren. Dus ik kan hier als goed even bouwen. Ja. Check hoe ver wij van de map zitten. Dit is echt niet te geloven. Oké, nu moeten wij het goed doen. We zetten hier zo'n pad neer. Hoppakee. En dan gebruiken wij die gauntlets. En dan gaan we kijken hoe ver wij kunnen komen. Oké, kom maar. Dan kunnen wij over die barrier heen. Wow, check hoe hoog we vliegen. Alsjeblieft, laat me eroverheen. Laat me eroverheen. Nee. Oh, ik ben onzichtbaar. Waarom kom ik er niet overheen? Wat is dit? Als ik hier nou een ramp bouw, hè. Zo, kan ik er niet gewoon overheen impulsen of zo? Nee. Maar we hebben nog één crashpad over. Dus wat nou? Even dit bouwen. Als we deze crashpad zo hier neergooien. Nog dichterbij. Ja. En dan gebruiken wij die gauntlets weer. Dan gaan we kijken of het nu wel lukt. Oké, come on. Laat me over deze barrier heen komen. Nee, het lukt niet. Oh my god, het is zo vervelend. Maar check hoe hoog wij komen. Dat is echt niet normaal. Maar ik heb nog één glitch die ik wil proberen. En hopelijk gaat die wel lukken. En het heeft te maken met vissen. Voor de volgende glitch hebben wij een vis nodig waardoor je heel snel kan rennen. We hebben zo'n vis nodig waardoor je heel hoog kan springen. En wat we ook nodig hebben zijn nieuwe crashpads. Want ja, die zijn weg. En voordat we het op het water bij Galactus gaan proberen, wil ik het eerst even normaal proberen. Dus hallo, Lumo, geef me even crashpads. Nee. Oké, Lumo, geef me alsjeblieft even crashpads. Ja, let's go. Oké, kom. Nee. Hier komen. Dankjewel. Het enige wat wij nu nog nodig hebben zijn die vissen. Dus we gaan toch even lekker vissen vangen. En ja, ik heb visengels. Dit is helemaal top. En oké, nu moet ik even vissen. Yep. Geef me alsjeblieft even die kaulovis die ik nodig heb. Ik heb die puffervis nodig en die andere. Ik weet niet hoe die heet. Deze heb ik niet nodig. En we vangen letterlijk in één keer die spicy fish. Dit is helemaal top. Kijk, als ik nu meteen even die andere vis kan krijgen, dan ben ik tevreden. Nee, die hebben we niet nodig. Ja, de hopflopper. Let's go. Maar voordat wij bij Galactus gaan proberen, wil ik het eerst even op normaal water proberen. Straks ga ik er helemaal heen en dan gaat het fout. Dus we chappen deze vis. We chappen deze vis. En we gaan met de gauntlets, gaan we weer vliegen. En beter gaat het nu gewoon lukken. Come on. Yes. Wow, check dan hoe ver wij komen. Oké, dit gaat lukken. Hiermee moeten wij bij Galactus zien te komen. Let's go. We zijn letterlijk vanaf hier helemaal hierheen gevlogen in één keer. Alleen, nu moet ik weer opnieuw die vissen gaan vangen. En we zijn weer onderweg naar Galactus. Let's go. En laat nu in de comments even weten of jij denkt dat dit gaat lukken. En ondertussen ga ik nu gewoon proberen Galactus even te killen. Yes. Je ziet daar rechts mijn bouwmaterials alweer. Dus dat betekent dat we bijna op het niveau zijn waar we net ook waren. Alleen dit keer hebben we koulo grote vissen. En we zitten ook weer in first person. En ik hoop eigenlijk gewoon dat het nu gewoon wel gaat lukken om er doorheen te komen met de boot. Waarschijnlijk niet. Het is eigenlijk gewoon echt een kansloze missie wat ik aan het doen ben. En ligt het nou aan mij of zijn we verder dan mijn bouwmaterialen van net? Oh! Wow, wat gebeurde daar? Mijn boot oploft opeens. Nee. En we zijn weer aangekomen bij de plek waar we net ook waren. En dit keer ga ik niet doorvaren, want dan ga ik waarschijnlijk keihard dood. Maar we gaan ons nieuwe maniertje proberen. Oké, we gaan hier, gaan we dit zo neergooien. Gaan we deze vis choppen. Dan gaan we deze vis choppen. En we gaan weer omhoog vliegen. En hopelijk gaat het nu lukken. En ga me niet zeggen dat ik misspring. Ja, come on, laat me over die rand heen. En nee, er gebeurt letterlijk weer hetzelfde. Dat ga je niet menen. Het is letterlijk onmogelijk om dichter bij Galactus te komen dan dit. Maar laat in de comments even weten of jij ooit verder bent gekomen uit de map dan dit. En Galactus, geloof me, ik ga jou pakken.